Hallo, ik ben Jasper Smit en mijn nieuwe voorstelling heet Ja, maar dat is niet eerlijk. Dan zal ik eventjes opzij gaan. Mooi hè? Ik maak grote kleinkunst voor jonge mensen. Liedjes die echt ergens over gaan. En dat kan serieus zijn. Straks komt er niemand op mijn feestje. En blijf ik helemaal alleen. Ik had 20 mensen uitgenodigd. Straks komt er niet één. Het kan grappig zijn. Ik heb een heel vies woord geleerd. Dat woord dat rijmt op stoep. En alles ertussenin. Zo zit er in mijn nieuwe voorstelling een liedje over bang zijn dat je straf krijgt. Mijn vader wordt heel boos, ik heb zoiets ergs gedaan. Hij brengt me naar het weeshuis, daar laat hij me staan. Mijn vader wordt heel boos, ik krijg nooit meer een kus. Ik ben al niet zijn favoriet, dat zegt mijn grote zus. Maar ook een liedje over zitten. Dat moeten kinderen heel veel en dat kan voor veel kinderen best frustrerend zijn. De hele dag zitten. De hele dag stil. Maar ik wil niet blijven zitten, ik wil staan. En dan springen, springen, springen. Springen, springen, springen in het rond. Oh, ik ben zo klaar met zitten op mijn kont. En bij het liedje moeten de kinderen dan eerst springen en dan weer zitten en dan weer springen. En ook bij veel van mijn andere liedjes mogen kinderen meedoen. Het is echt niet zo dat ze de hele voorstelling lang apathisch moeten staren naar een veertiger die kinderliedjes speelt. Ik doe mijn shirt over mijn hoofd heen, maar die zit wel een beetje strak. Haha, heel goed. Allemaal! Nee! Ik wil niet met de groep meelopen, nee! En niet dezelfde kleren kopen, nee! Ik wil niet onaardig zijn, maar ik ben eigen baas, ik trek mijn eigen lijn. Nee! Ik maak liedjes voor iedereen vanaf 6 of vanaf 8 jaar. Nou ja, dan moet er natuurlijk ook een liedje in met poep. En zelfs dan kan het ergens over gaan. Dit liedje gaat erover dat je als kind altijd in de gaten wordt gehouden door grote mensen. En dat dat best beklemmend kan zijn. Hey, kan je nu niet horen? Ik heb poep in mijn oren. Oh, ik hoor wel dat je praat, ja ja, maar ik heb geen zin in bla bla bla. Ik kan je nu niet horen. Ik heb in mijn... Ik ben nu even bezig, ja, ik heb geen zin in bla bla bla. Bladibladibla bla bla bla. Mijn voorstellingen komen het allerbest tot hun recht in het theater of op een school. Of op een festival. We doen het hele school. Of via Zoom. Jasper Smit! En vind me dan maar geen vervelend kind, want ik zeg niet dat ik je niet aardig vind. Laatste keer. Maar ik ga niet meer iedereen zoenen. Nu is het moment om de eerste envelop, dat is nummer 1, om die open te maken. Maak de eerste envelop maar open. Ha, 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 ha. Dankjewel, ik ga even weg en dan kom ik terug. Dankjewel. Nou, weet je wat het is? Eigenlijk heb ik 2 dingen nodig. Een stopcontact en goede aandacht. Als jij dat hebt, dan kom ik langs en dan maak ik er met het publiek samen een muzikaal feestje van... Met inhoud. Piep,